Shawnee is uiteindelijk in het team! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. In de vorige aflevering zijn we voorbij, competitie gegaan, zijn Zelda en ik getrouwd. Nou ja, eigenlijk nep getrouwd, want we wouden alleen maar doorlopen, dus Zelda gaf er eigenlijk helemaal geen ene bol om. En hebben we Shawnee ontmoet, die hier ergens in de buurt woont. En zijn we stenen aan het verzamelen, ook nog eens een keer. Dus we gaan eerst op zoek verder naar die stenen. Dit is de plek waar we al die stenen willen verzamelen. Dat zie je dus zeg maar hier. En die willen we nou nog even maar rust laten, want we hebben dus zeg maar nog 3 andere stenen nodig met random encounters. Dit zijn trouwens nieuwe vijanden, die hebben wij nog niet gezien. Volgens mij zijn dit nogal vervelende. Maar laten we eens heel eventjes kijken of Tanda heel erg goed er tegen werkt. Dus het zijn sowieso grote vijanden, dus ik denk het wel. En ze kunnen Solution doen, wat ervoor zorgt dat je dus zeg maar Berserk status krijgt. Die hebben we al eerder gezien, Berserk status. Dat zorgt ervoor dat ze dus zeg maar niet meer, dat je geen controle meer hebt over je karakter. En dat ze dus zeg maar met grote aanval aanvallen. Dus daar hebben we het vandaag. Oh, jij hebt ook al. We hebben de 2 met berserk status. Hé, en daar hebben we slow status. Het status werkt een keer, zeg maar eens mogelijk. Het enige nadeel is, deze gasten die kunnen heel erg goed counteren. En elke keer als je ze dus zeg maar met een fysieke aanval aanvalt, dan zullen ze dus zeg maar counteren, wat heel erg vervelend is. En onze healers hebben nou echt niet zoveel zin om te zeggen van, goh, laten we even iemand healen, want deze zijn nogal boos. Dus we hebben geen controle over hen. En dat is nogal vervelend. En ik zie dat Zeepie dik tegen Trans aan zit. Dus daar willen we wel voor uitkijken. En Tundra doet niet zoveel. Dat vind ik wel jammer. Ja, Tundara. Nou, kan ik hem alsjeblieft aanvallen. En ik counter. Stout. Stout beest. Nou ja, we hebben ze in ieder geval verslagen. Dat is in ieder geval altijd fijn om te hebben. Dus ja. Kunnen we nou eindelijk zonder gooien nog oponthoud 1000 experience. Experience, dan gaat hij lekker hard. Maar goed. Kunnen we nou eindelijk ervoor zorgen dat we dus nu wat extra stenen kunnen vinden zonder te veel random encounters. Dat zal heel erg fijn zijn. Dus, nou, hebben we met die Moogle even al afgesproken. Volgens mij kunnen we hier naar boven. En zit hier ook zo'n steen? Nee. Ah, dat is jammer. Wel random encounters weer. Nou, laten we dan met deze kant eens eventjes exploren. Excuses. Wat is dat? Oeh, 3D camera. Verschizzel verandering. Het is de Deku Tree! Ah, kom op. Alle games hebben ondertussen een gigantische, wijze, grote boom erin zitten. Laten we hem gewoon de Deku Tree noemen. Ik noem het de Deku Tree. Hij is mooi. Kan hij ook praten? Is dat de Deku Tree? Ik zeg gewoon de Deku Tree. Het maakt mij niet uit of ze zeggen Sanctuary of iets in die trend. Dus, wat? De neus, poter. Random boss encounter indeed. We hebben dus hier een random baas die we in één keer moeten bevechten. En hier zit ook eigenlijk een hidden cutscene in. We hebben sowieso dit rare beest. Yay. En wat we willen doen is sowieso, ja, we willen Zeepie zoveel mogelijk laten vechten. En jij doet heel eventjes nou een cure. En we gaan dus, oh, dat is de verkeerde. Maakt niet uit, dan doe jij maar eventjes een... Doe jij een summon? Jij gooit er eventjes slow op, mocht dat mogelijk zijn. Dat zou wel echt fijn zijn. Hij is nogal groot. En hij doet zijn kontaanval. Daar ben je niet vrolijk van. Oké, Judgment Bolt. Dus kijk of we daar... We kunnen ook even Fenrir gaan doen. Dus we kunnen namelijk... Shawnee kan ook summonen, hè? Ik bedoel, Zelda is niet de enige. En het is wel grappig dat we weer de hele cutscene krijgen. Daar is volgens mij 10% kans op. Iets in die trend. Ik ben benieuwd hoeveel het doet. 3000! Wow! Zelda, die breekt elk record iedere seconde ondertussen. Oké, nou slow status, werkt dat? Nee, die werkt niet. Ja, anders zouden wel guards staan, daar niet van, maar... Oké, we willen dus zoveel mogelijk Cura doen met onze healers. We willen zoveel mogelijk stelen en ik denk dat ik voor het eerst gewoon bio ga doen met de Tauler, wat een nieuwe aanval is. Maar goed, hier hebben we dus ook gelijk eventjes de nieuwe summon en die zal ik ook even gelijk laten zien. Dit is Fenrir. Ga mee, ga mee, ha!
Dus dit is een wolf die dus zeg maar een soort van golem oproept. En die doet 700 schade. Dat is niet echt zo erg veel. Maar zoals je dus ziet, de aanvals die zijn eventjes... Shawnee! Shawnee, was dat een edel, joh? Ik wist niet dat je summon kon gebruiken. Oké, nou gelijkspiel. En earthquake. Nou, ik denk dat ik heel eventjes de rollen ga veranderen. En dat ik dus toch maar eventjes... Bio. Dat ik toch maar heel eventjes Shawnee laat healen, aangezien dat haar Edoion niet zoveel doet. Nou, we hebben dan ondertussen Meat Wolf Fork, we hebben een Phoenix Down, dus ondertussen komt Judgment Bolt nog een keer voorbij. En Shawnee die gaat dan de hele tijd open healen. Wat eigenlijk heel erg gunstig is. Ik moet wel uitkijken, want Zeepie die raakt dus bijna zijn trance. En als hij zijn trance raakt, dan heb ik echt zoiets van, screw die laatste, dan gaan we gewoon all out. 1248, wauw, touwler. Lijkt alsof ik de enigste ben die niet veel aanvalkracht heeft. Tenzij dat ik mijn transen heb, maar transen mogen we niet meer rekenen met het actuele feit. Wat gaan we nou weer doen? Earthquake, oké, dus we gaan nu trans. Nou, dan hoef jij alleen maar te focussen. Want je hebt geen MP. Ja, daar is de trans. Nou, Shawnee, jij doet weer een keertje healing in verband met die earthquake. Er komt een trans. Nou, laten we maar hopen dat deze steel die we al hebben ingeprogrammeerd... totdat het laatste item gaat geven. Ik weet niet of het... Nee, we hebben niks kunnen krijgen. Maar ik ga daar mijn trans echt niet aan verspelen. Echt serieus. Ik wil kijken wat we kunnen. Ah, nee. 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 Waarom is het altijd dat als ik een trans heb, dat dan de baas beslagen is? Dat is al... Nou ja, we krijgen er in ieder geval heel erg veel AP voor. En we hebben Anoy geleerd. Dat betekent dat we dus eindelijk het sterke wapen van Zeepie weer kunnen equippen. Wat wel erg gunstig is. Dus, dat grootste monster, dat komt altijd van tijd tot tijd. Ik ren normaal gesproken weg. Nou, je bent toch een goede vechter, Shawnee. Hihi, dank je. Hé, hey, hoe kan het dat jij eigenlijk Edoions kan oproepen, Shawnee? Oh. Ik dacht dat jij dat ook kon zeggen. Nou, dat zag je toch? Niet gebruikelijk, maar heb je altijd dat kunnen doen? Natuurlijk! Zo. Mijn opa en ik hebben altijd dat kunnen doen. Wat bedoel je? Hé, dat is niet de weg naar mijn huis. Dat is de weg naar de Life Tree. Deze weg naar mijn plek. Ik was alleen maar aan het kijken naar de bergen. De Life Tree? Ik dacht dat het de Deku Tree was. Hun noemen het de Sanctuary, jij noemt het de Deku Tree, maar iedereen noemt het de Life Tree. De Life Tree? De Life Tree. Laten we gaan. Nou, zoals we dus zeg maar hier zien, zien we dus zeg maar weer zo'n Yellowstone. Dus die willen we zeker even meenemen. En we kunnen hier, als ik me niet vergis, ook naar beneden. Dat kan dus niet. Dus als we deze kant op gaan, dan zouden we dus automatisch bij de random encounters komen. Misschien zou het een stuk sneller gaan als ik dan dat wapen equip waar ik het de hele tijd over heb. Tijd voor de Rune Tooth. Want we hebben ondertussen alles geleerd, maar dan gaat onze aanval een stuk omhoog mee. Dus volgens mij, ik weet niet zeker of hier namelijk ook nog een steen zat, maar we zitten een beetje laag op MP. Dus een tent kunnen we altijd gebruiken. Dus ik ga heel even kijken snel. Nee, dit is de world map. Oké, hier willen we zeker nog niet zijn, maar we kunnen dus nou wel eventjes een tent gebruiken, wat natuurlijk heel erg gunstig is. Aangezien dat we weinig MP hebben en dat we nog op veel random encounters daar tegenkomen. Dus ja, laten we die even gelijk gebruiken en laten we hem maar weer even wegsturen. Nou, dit is dus de weg naar de Life Tree. Daar hoeven we op dit moment dus niet naartoe. Of ja, ik blijf het de Deku Tree noemen. Ik vind de Deku Tree veel leuker. Klinkt veel leuker. Ligt lekker in de mond. Goed, nou, als we dus de andere kant op gaan, dan zien we dus gelijk dat we, als het goed is, daar ook de world map. Oh nee. Kunnen we eerst hier naartoe gaan, het zijpaadje nemen. En bij het zijpaadje vinden we weer zo'n steen. De groene steen. Dan hebben ze nog maar één steen die we nodig hebben. Nou, dat is alleen maar gunstig. We hebben hier nog een gratis eater. Dat is zeker handig, aangezien dat wij nogal veel MP gebruiken op het moment. Zeker met al de summons. En dat we nou dus zeg maar team magie bij ons hebben. Ik bedoel, ik ben de enigste warrior op dit moment in mijn team. En brengt dit ons naar de world map, want anders moeten we terug, want we missen anders één steen. Ja, dat brengt ons naar de world map. Dan hoor je dus als de muziek uitveert, dan weet je dus zeg maar dat je naar de world map toe gaat. Nou, als ik me niet vergis, kunnen we hier ook dadelijk nog een Chocobo Graph vinden. Maar dat bewaar ik heel eventjes voor ietsie pietsie later, want we moeten dus eerst die steen gaan vinden. Dus
Ja, waar zat hij ook alweer? Ik bedoel, het is niet zo'n doolhof, maar soms is het best wel lastig om te zien waar dat je wel naartoe mag en waar dat je niet naartoe mag. Ik bedoel, we weten dat we 3 stenen hebben, we hebben nog 1 steen nodig. En dan krijg je, als ik me niet vergis, heette dat ding de Moonstone. Dus ik neem aan dat we toch terug moeten en even kijken of we daar niet per ongeluk iets hebben gemist. Oké, Xiaoyi heeft in dat gevecht het een en ander geleerd, dus dan gaan we zelf even kijken. Protectus geleerd, dus dan gaan we gelijk naar de volgende item, namelijk Insomniac. Dan hebben we Glass Army en ja, voor de rest hebben we niks voor een rest die we... stats increase zijn altijd handig. En hier kunnen we beginnen met Jelly. Ze is nog steeds Fenrir aan het leren, dus er hoeft niks aan te doen. Trouwens, nog heel eventjes bedankt om eventjes mij te corrigeren in de vorige aflevering, dat ik niet op de... Word source kon komen, wat dat in het Nederlands betekende. Natuurlijk, dat betekent bron. Nogmaals, mijn excuses. Ik kon op dat moment niet op mijn woorden komen. Dus ja, heel erg bedankt voor dat laten weten. En dit brengt ons niet naar het steentje. Oké. Nou, daar moeten we die steentjes dus collecten. Dus ik denk... ja, we kunnen niet hier naartoe. Dat weet ik ondertussen 100% zeker. Maar ik denk dat er dus zeg maar nog een extra klimpaal ergens moet zijn. Waar we dus zeg maar in kunnen klimmen. Tenminste... Dat weet ik bijna zeker. En dat ik die de vorige keer heb gemist. Is dat misschien aan de andere kant dan? Ik bedoel, we hebben daar niet echt kunnen exploren omdat we gelijk hier begonnen. Dus het kan zijn dat het aan de andere kant zit. Vergeet niet, hier hebben we namelijk Xiaoyi gevonden. Die hing daar. En we hebben dus dit eigenlijk niet geëxploreerd. En kijk, daarboven is, daar vinden wij een kistje. Dus ja, dat is een beetje... Ja, ben ik een beetje vergeten om hier natuurlijk ook nog naartoe te komen. En natuurlijk, als mijn berekeningen kloppen, dan zien wij hier dus de laatste steen, namelijk de blauwe steen. Oké, we hebben nou alle 4 de stenen te pakken gekregen, dus laten we maar richting dat ene grote standbeeld gaan. Oké, we zitten nou ongeveer wel gemiddeld tussen dat iedereen makkelijk 1000 schade doet op Xiaoyi namen. Xiaoyi is pas net begonnen, dus die moet een beetje weer experience daarin krijgen. Niet daar ik bedoel natuurlijk, maar ja, jullie snappen het wel. Ik neem jullie al eventjes bij een gevechtje mee, dan kunnen jullie het wel voor je eigen ogen zien. Ik heb net een groene rare plant verslagen en ja, deze die heeft een beetje meer defense in verband met dat schild wat hij draagt. Maar als je dus zeg maar vijanden hebt zonder defense, dan is het dus zeg maar mogelijk om dus ja, de 1000 mark makkelijk tegen te kunnen houden. Dus of ja, het makkelijk al te gaan halen. Volgens mij doet dit al zelfs 3000 alweer, want ja, dat hebben we net al gezien. Oh, zie, dat is die defense. Deze die heeft, ja, je hebt vijanden met defense. En die zijn weer sterker tegen een element, sommige zijn weer zwakker tegen element. Dus je moet wel een beetje rekening houden met welk element dat je gebruikt tegen welk element en dat soort dingen. Goed, nou ik wou er eigenlijk weer een gevechtje eigenlijk ingooien, want ja, zoveel gevechten zien we nou op dit moment niet. En ik probeer dus bij die locatie te komen van de steinen. Dus, ja. Random encounters die worden dan nogal vervelend. Dus nou, dus hopelijk kunnen we nou verder lopen zonder random encounters, want ik wil echt eventjes richting die grote steen. En dan kunnen we eindelijk ook even kijken of we die Chocograph kunnen halen. Oké, we hebben hier de Sigma de steen, we hebben alle 4 de stenen. Rood, blauw, geel en groen, dus laten we die er allemaal eens eventjes in stoppen. Hé, er is iets uitgekomen aan de achterkant. En we hebben dus de Moonstone te pakken gekregen. Dit is de enigste, nee, dit is één van de 2 moet ik zeggen, Moonstones in het spel. Wat de Moonstone eigenlijk doet is, het geeft niet zo'n goede effect. Je kunt shell leren en beast killen, dus echt niet handig. Maar het is namelijk een item die je nodig hebt om iets te kunnen sinten. Aangezien dat je er maar 2 van het spel krijgt, eentje heb je nodig om door te ruilen en eentje dus om te craften. Dus je wil die Moonstone zeker hebben. Dit is de enigste plek waar dat je dus je craft Moonstone te pakken kan krijgen. Dus vergeet niet dat hij hier zit. Je hebt echt alle 4 de stenen nodig. Met 3 stenen werkt het niet. Hou er rekening mee. Fijn dat dat verteld is. Random encounter. Nou, na dat pad eindelijk dus zeg maar klaar te hebben, kunnen we dus eindelijk recht doorlopen. Nog één keer eventjes langs het uitzicht van de mooie Deku Tree. En dan kunnen we dus zeg maar onze Chocobo dingen... Oh nee, de Deku Tree hebben we net al gehad. Maakt niet uit. Dan kunnen we dus eigenlijk zeg maar naar onze Chococraft toe. Want volgens mij zat het aan deze kant van dit continent. Weet ik niet zeker. Daarom wil ik dus zeker weten of het wel kan of niet. Ik bedoel, we willen alles best wel zo snel mogelijk. Of zo vroeg mogelijk. En ja, ik weet het. Speedrun tactics. Dan moet je dit overslaan en alles. Want je kunt nooit een 100% run doen, zeg maar. Dan zou je meerdere runs moeten doen. Dan moet je er eentje speedrunnen. En een andere die zou je dan gewoon zeg maar echt op je gemakje moeten doen. Om echt alles te coveren. Dus ja, vandaar dat ik daar niet voor gekozen heb. Goed. Wij pakken dus zeg maar onze Chocobo en dan gaan we heel eventjes naar het Chocograph menu. Want we hebben dus zeg maar, deze hebben we al gehad. Dit is de Abandoned Beat. Maar ik denk dus dat wij de Faraway Lagoon nog te pakken kunnen krijgen. De reden waarom dat ik dit
De reden waarom dat ik dit denk is namelijk van, er is een heel stuk water waar we hier kunnen lopen. Maar er is dus zeg maar niet echt een plek waarvan je zegt van, goh, daar kunnen we nou naartoe. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, dan moet het wel hier zijn. Als dat niet het geval is, dan sorry, maar dan heb ik jullie tijd een beetje hier verdoezeld. Dus ja, mijn excuses als het zo is. Nou, we kunnen dus zeg maar hier wel het water in, maar we kunnen hier niet het bruggetje door. Oh, dat kunnen we wel. Ik dacht dat we daar niet doorheen konden. Maar ja, het is nog sowieso pointless, want we kunnen niet naar de overkant. Ik dacht toch echt serieus dat we deze al aankonden. Want ik vergeet elke keer de locatie van dat kreng. Mijn excuses. Kunnen we daar misschien aan de achterzijde? Want je moet hier iets met de chocobo kunnen. Ze zetten daar niet sowieso voor niks footprints neer. Dus er moet hier iets zijn. Hebben we hier nog ergens een beach of zo waar we dan zeg maar het water in kunnen, misschien? Ja, daar, maar daar komen we net van. Of komen we daar niet vandaan? Jawel, daar komen we net vandaan. Dat is de swamp. Smee! Oké, ik heb het hartstikke mis. We kunnen dit dus nog niet. Ja, dankjewel. Maar goed, dit wordt dus een beetje een kortere aflevering dan normaal. Want in de volgende aflevering wil ik jullie dolgraag brengen dus zeg maar naar Shoney's huis. Dus ja, dit is een iets kortere aflevering dan dat jullie gewend zijn. Dus mijn excuus daarvoor. Maar ja, heb je nog vragen of leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Morgen gaan we dus zeg maar richting Shoney's huis. Kijken hoe dat ze hier woont. En het ziet er nogal een beetje rotsrig uit. Maar we zullen het zien. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!